Nou, het is nu vandaag maandag 17 september 2018. Ja, van de week, van het weekend. Met de vliegtuig zei ik geen 2018, maar 2009. Boring. Daar kwamen we dus achter met vloggen, editen. Ja, leuk, boring. Joehoe. Hij is er ook. Hoi. Hoi. Alles goed? Nee. Nog, en nog steeds niet. Nee, horloge is stuk. En wat ga je eraan doen dan? Geen idee. Mijn horloge is niet, dus ik weet hoe laat het is. Nee, en wanneer de winkels open zijn, weet ik ook niet dan. Nee, precies. Ik ook niet. Het scheelt weer. Nee, maar komt ook wel weer helemaal dik in orde. Wij wensen jullie alvast heel veel kijkplezier. Goedemiddag allemaal. Ja, het is nu net 3:10 bijna. Het is nu nog op mijn telefoon 3:07, dus goedemiddag. Ja. En dan zouden jullie vast en zeker denken, hey, Karin is aan de knutsel. Ja, dat klopt. Ik ben weer aan het knippen. En voor onze trouwkaartjes. Onze eigen gemaakte trouwkaarten. Ja. En dan laat ik zo meteen zien. Kijk, dan hebben we dus deze. Deze manier. Maar ik knip hem heel mooi uit. Tot zo. Welke is mooi? Deze of deze? Deze of deze? Toch deze? Ja, deze dacht ik al. Ja. Maar ik knip hem toch uit. Ja. Omdat ik het leuk vind. En een beetje aan de vreubelen. Lekker aan de vreubel, mensen. Heerlijk. Nou, en dan heb ik dus nog een stapeltje te gaan. Ik heb er nu al 3 gedaan. Bijna. Met deze erbij is 3. En nou heb ik dus al 3 gedaan. Ja, toen was ik bijna klaar. Het is alweer 4:09. Ja. Moet ik nog 2 doen hierna. Nog 2. Heerlijk. Dat gaan we gewoon doen, hè. Ja, gewoon even knippen. Ik weet niet wat er allemaal kakelt hoor, daar, aan de andere kant van de kamer, ik hoor hem niet. Scheelt weer. Ja, zet hem weg. En de laatste, but not at least, toch? Wat? Hoe ze? Bast? Ja, ik vind het prima. Ik ken geen Engels en Engels en die kent mij niet. Scheelt weer. Yeah.
Ja, dat laatste stukje. De laatste stukjes. Heb ik het gedaan? Ja, kijk. Dat heb ik allemaal geknipt. Kijk. Kijk, allemaal weg. Kijk. Ga ik weggooien. Kijk. Prullenbakje. En toen was de post weer. Ja, ook dat nog. Een hele knutseldingdoos. Even hier al wat. Alsjeblieft, schat. Heel donker. Hè? Je bent heel donker. Is dat zo? Ja. Kun je het nou niet meer lezen? Nee, ik kan het niet meer lezen, nee. Beter. Zo beter dan? Dan ga ik er wel even voor staan. En dan is het alleen maar weer ha. Ga ik even op en op je vingers kijken, mag dat? Nog één straat te gaan. Hè? Naar deze, ja. Je hebt toch tijd over! Zitten. Hoe doen we dat? Hoe doen we dit? Ja, ik heb even pijn in mijn handjes, dus ik stop eventjes met het knutselpakket. Straks weer even knutselen, butselen. Ja. Dames liggen lekker reet tegen reet. Kont tegen kont. Nee, blijf! Blijf juist! Ben je zo moe, kind? Hai, lig hier lekker meisje. Lig hier lekker kind. Ja, kan jij weer plukken. Hey, poesie. Hey. Waar is mijn moppie? Hey! Hey, jij moet zo weer weg. Ja. Nu al weg. Arbeiden. Ga huilen. Nee, niet doen. Nergens van. Nee. Ga je missen. Nergens van. Ga je missen. Nergens van. Ga je missen. Maar niet schieten. Ja, hier ook. Jammer. Nee. Hi.
Wat? Wat ga je doen? Aan de arbeid. En wat voor arbeid? Rijden. Een wagentje. Rijden in je wagentje. Als je niet rijden kan, dan draag ik je. Ja, dat is een beetje te veel te dragen. Is dat zo? Ja. Wat? Ik denk het wel. Er zit heel krat vol met spullen dat waarschijnlijk weg moet. Alleen ik weet niet hoe vol het krat is. Oh, ah. En jij gaat nu zeker straks weer vragen waar ik mee mag, hè, dan? Straks wel. Nu niet. Straks wel. Ik kan jou vragen of je mee mag. Ja, ik wil wel mee, maar ik heb geen zin om weer weg te fietsen naar huis alleen. Ja, dan blijf je toch even lekker op de zaak. Zella. Nee. Met de collega's. Nee. Nee? Nee. Maar jij gaat zo weg. Wat ben je rug gaan? Nee, mijn heup. Ja, je rug. Kilo. Collectief uitermate teleurstellend, zeg. Ja, precies. Dat dacht ik al. Ja. Maar dat gaat wel weer en weer over voordat ik een kerel ben, hoor. Oké. Gelukkig maar. Ja, toch wel, hè? Dan zou ik moet laten ombouwen, dat schiet niet op. Nee, daarom. Eens met dat op. Niet? Nee. Jammer. Goedenavond allemaal. Nou, Roos is nog lekker op zijn werk. Ik ben thuis, zoals jullie kunnen zien. Alleen het duizelt mij een beetje. Bruiloft, buikwandcorrectie. Ik heb niet echt woorden met de Roos, maar de communicatie loopt niet helemaal lekker af en toe. En dan wordt het mij soms even te veel. Eigenlijk zeg ik al, het duistert mij een beetje gewoon te veel. De bruiloft, heel veel dingen regelen. Ik wil dat iedereen het naast zin heeft. Ik probeer dat er ook alles naast zin heeft. Ik vergeet soms gewoon echt gewoon mezelf. En dan heb ik hier nog een ex hier, als we wat om de hoek zitten. Dat is leuk, nat. En dan wil ik eigenlijk heel graag praten met hem. Van oké, waar is het misgegaan? Waarom? Kijk, oké, dat en dat hij gewoon wel een nieuwe vriendin heeft. Dat is prima. Be my guest. Maar in maart kreeg ik een appje van, joh, ik heb een nieuwe vriendin. Ik bel je vanavond. Nou, dat bellen moet nu nog gebeuren. Vanaf maart. April, mei, juni, juli, augustus. September, dan zijn we al een half jaar verder. Is leuk. En ja, een maand terug of zo stond ik inderdaad voor haar deur. Omdat hij er was en ik wil gewoon praten. En dan zegt hij van ja, maar ik ga wel praten waar het mij uitkomt. Ho, we zijn twee volwassen mensen. Kom gewoon beneden en praat. Gewoon als volwassen mensen bij elkaar. En zijn vriendin, die mag er ook wel zijn. Nou, en? Laat haar er ook bij staan om te praten. Dat maakt mij niet uit. Maar ik wil gewoon... Nou ja, ik wil. Maar ik vind het gewoon prettig om dingen gewoon op een goede manier af te kunnen sluiten. En het was mijn maatje. En zo voelt het nog steeds. En ik heb het gewoon het gevoel dat ik gewoon op dit moment en mijn maatje gewoon in de steek laat. Zo voel ik het gewoon. Ik wil geen ruzie. Ik wil niet... Nou, nee. Zo wil ik niet zijn. Weet je? Ja, ik ben niet zo lief geweest. Nee, inderdaad. Om daar misschien langs te gaan... daar te gaan blaren. Of, joh, hey, ik wil praten. Nee, ik wil niet bla bla bla. Nou, prima. Maar je bent een volwassen kerel. Hero, en staat de deur gewoon altijd voor je open. Of je nou wil of niet. En voor je vriendin ook. Kom op bezoek. En ik weet dat je mij volgt. Dus, be my guest. En ik wil juist dat je gelukkig wordt. Echt. Serieus.
zeg ik? Weet je, ik krijg een buikwandcorrectie en ik heb Roderick dan wel, maar ik heb ook gewoon, ja, mijn maatje. Die mis ik in dit vele verhaal. En je hebt mij meegemaakt met, en met mijn maagverkleining en met mijn darmperforatie. Je hebt me overal ingesteund en alles. En dan krijg ik dit en dit ook een hele zware ingreep. En dan heb ik zoiets, jongen, ik mis je gewoon. Want dat gaat gewoon als mijn maatje. En dan mis ik ook gewoon even af en toe, foef. Mag het? Blijkbaar niet. Want ja, hè. Want je laat ook anderen lekker onder mijn vlog lekker typen en schrijven en reacties achterlaten. Ik vind het prima. Maar ik ben wel eerlijk en dat weet je donders goed. Ja, ik ben gelukkig met Rome, maar ik was ook gelukkig op onze manier met jou. En we zouden vrienden blijven. Vrienden blijven, jongen. En we hebben Lady samen gekocht. En je hebt daar ook gezegd van, ik zal altijd haar baas blijven. Haar. Zo. Focus, dank u. Weet je, van ik wil er altijd blijven zien. En toen heb ik ook nog aan jou gevraagd van, stel we gaan uit elkaar en je krijgt een nieuwe vriendin, mag ik dan ook vroeg blijven zien? Ja, dat mag. Wat zie ik? Je komt jouw woord ook niet na. En dat vind ik het klootste. Dat vind ik het klootste. Jij komt ook je woord en je beloftes ook niet na. Dat doe je ook niet. Maar dan zeg ik, ja, komt gewoon even zoveel op me af. Bruiloft inderdaad, die buikwandcorrectie en doe al een stapje terug. Maar ik ben gewoon zo emotioneel momenteel, als ik weet niet wat, en dat wil ik helemaal niet. Ik wil het niet wezen. Ik wil gewoon niet emotioneel wezen. Maar ja, dat heb je ook niet voor het zeggen. Nee. En ik kan wel gaan schreeuwen, want zo voel ik me ook wel van, weet je, ik wil gewoon even allemaal uitschreeuwen. Maar gewoon even weg, eventjes weet ik veel. Dus ja, komt ook wel weer goed. Deze huilige muts die gaat eventjes knuffelen met hondjes. Dan hoop ik soms dat ik weer een beetje vrolijker ben. Ja, het is een beetje donker, maar oké. Het is alweer laat. Het is nu al 1:30 bijna in de nacht. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ja, en we hopen dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Zo niet, doe vooral een blauw duimpje toch omhoog. Laat een leuke reactie achter. Like en deel deze YouTube link. Zou ik allemaal tof vinden. En nog een shout-out naar mijn stiefbroertje David. Ja, die was 10 augustus jarig, nog gefeliciteerd. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel en tot morgen. Doei!